ik heb een heleboel fouten gemaakt. En ik leer van iedere fout. En ik denk wel dat voor mij, ik vind het woord fout ook ingewikkeld, maar ik denk dat dingen die energetisch niet goed lopen, dus dingen als ik energetisch vastloop, dat ik daar het meest heb geleerd. Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn, over hoe we met elkaar omgaan en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken. Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij, omringd door huismussen en weilanden. Samen gaan ze in gesprek over een van de essays van zijn boek Beyond Us. Vandaag is Willemijn Verloop de gast bij Fred. Willemijn stond aan de wieg van War Child en is medeoprichter van Social Enterprise, het landelijke netwerk van en voor sociale ondernemingen. Fred en Willemijn gaan vandaag in gesprek over waar het allemaal samenkomt. Lieve Willemijn, van ganse harte welkom. Fijn dat je tijd hebt. Tijd om even met elkaar te spreken over een bepaald hoofdstuk in het boek Beyond Us, waar het allemaal samenkomt. We kennen elkaar al heel lang. Wil jij aftrappen? Oh, dat lijkt me leuk. Om te beginnen, dank voor de uitnodiging. Ik geniet van jouw taal. Je bent toch altijd een woordkunstenaar. Dus ik vind het heerlijk om te kijken hoe jij het met zoveel bijzondere taalwendingen een mooie boodschap weet te brengen. Maar het boek waar het hoofdstuk waar wij het over gaan hebben, waar alles samenkomt, is eigenlijk het einde van het boek. Waar alle lessen samenkomen. Onder andere, en laat ik daarmee beginnen, zeg je, de belangrijkste momenten in het leven zijn als je fouten maakt. Want daar leren we het allermeest. Ja. Dus mijn eerste vraag aan jou zou zijn, welke fouten heb jij nou het meest van geleerd? Het gebrek aan geduld. Ik heb sterk de neiging om te reageren en te handelen. En in toenemende mate kan ik zien dat ik er meer baat bij heb om even te wachten, terug te treden en te kiezen wanneer en welk antwoord ik geef. En kan je een concreet voorbeeld geven waar dat een fout heeft geleid die voor jou zo'n inzicht gaf? In 1989 wilde ik echt een integraal gezondheidszorgcentrum oprichten. Ik deelde een visie over heling. En het leek me prachtig om te investeren in een centrum waar ik samen zou brengen de verschillende helers uit verschillende disciplines. Wat ik niet had gedacht, dat was dat op dat moment, 1989, het was in Hilversum, de markt of de mensen daar, die waren daar niet rijp voor. Er waren 32 huisartsen in Hilversum. En er was er maar één die kwam opdagen op een voorlichtingsbijeenkomst daaraan voorafgaande. En is dat dan een fout? Wat is dat eigenlijk? Er bestaat eigenlijk niet iets fout anders dan dat je zelf niet je hart volgt. Maar jouw concrete voorbeeld van net, het willen bouwen van deze kliniek, was wel door je hart ingegeven? Ja. En daarin was het dus in mijn perspectief niet iets wat fout is, maar iets wat je eigenlijk te vroeg hebt ontwikkeld, wat dus daardoor nog niet geaccepteerd werd. Klopt. En jou de inzicht heeft gegeven dat je soms geduldiger moet zijn. Maar de vraag is, als je wacht tot de nood er is, dan komt het er wel. Mm-hmm. En je probeert soms dingen te brengen die er nog niet zijn om een opvang te creëren. Dus ik vind het echt wel mooi. En aan jouw kant, hoe is het bij jou? Ik heb een heleboel fouten gemaakt en ik leer van iedere fout. En ik denk wel dat voor mij, ik vind het woord fout ook ingewikkeld, maar ik denk dat dingen die energetisch niet goed lopen, dus dingen als ik energetisch vastloop, dat ik daar het meest heb geleerd. Mm-hmm. Dus het moment dat mijn leercurve leidt tot echt pijn voor mensen om me heen. Ik denk dat dat de fouten zijn waar ik het meest van leer. Omdat de emotie en pijn van anderen dan zo'n effect heeft op mij. Mm-hmm. Dat de weg naar binnen en het zoeken wat er in mij is geweest om dat te creëren. Dat degene zijn waar ik het meest van leer. Waar het allemaal samenkomt. Het komt dus samen hier in het samen zijn met die ander. Ja. En eigenlijk
hoor ik je ook zeggen, je laat je ook in je levensgang heel erg bepalen door hoe de ander zich voelt. Ja, ik weet niet of ik eens ben dat ik mijn levensgang daardoor laat bepalen, maar als we het hebben over de momenten van waar ik het meeste leer, ja, dan hebben die momenten vaak te maken met de ander. Ja. Maar in het, om door te gaan in het jargon van het hoofdstuk, in het bepalen van mijn doelpalen, ja. Ja. Dus waar ben ik naar op weg in het leven, of waar, welke weg bewandel ik, denk ik dat ik dat wel heel autonoom ontwikkel. Maar de momenten dat die aangescherpt moeten worden, de momenten dat ik zie dat die paden mij niet de goede weg opleiden, daar is altijd de ander. Wat je zegt, dat bij mij het volgende eigenlijk op, dat eigenlijk met een open hart heb ik een doel voor ogen in het leven. En daar wil ik naartoe, dat is een richting die je loopt. Je loopt de weg en daar loop je met anderen samen of je komt anderen tegen en... Je ziet dan ook wel, zeker als het verenigd is, dat je die ander ook vanuit haar of zijn hart werkt, dat je echt samen dat pad loopt. En dat is dan wel het mooiste wat je kan meemaken, hè? Dat je dan voelt, dit gaat eigenlijk naadloos vanzelf. Herken je dat ook? Ja, dat herken ik heel erg. Ja, ja, dat mooi heerlijk. Is dat. Ja. Ja. We hebben eigenlijk in waar het allemaal samenkomt, nog niet gaat over liefde. Nee. En, het belangrijkste doelpad. Ja. Als jij het leven zou moeten beschrijven, wat ben je misschien het meeste aan het leren? In de liefde? Ja. Nou, ik denk dat wat op dit moment ben ik aan het leren dat de beste wat ik op dit moment kan doen voor de mensen die ik het allerliefst heb, is gewoon te zijn. En ik ben heel erg geneigd te willen helpen en te willen geven vanuit liefde. Dus er een actieve vorm van ondersteuning te geven aan de mensen die ik lief heb. En die mij heel veel liefde geven. Maar op dit moment merk ik dat wat de mensen om mij heen van mij nodig hebben, is er gewoon te zijn en verder niet. Ja. Je had het nog even over helpen. Nou, ik zou de wereld gaan helpen, hè? Dus ooit, en daarvoor ging ik dan werken bij het Rode Kruis, details zal ik je verder besparen, maar daar kwam ik echt mezelf tegen, want ik heb eigenlijk daar geleerd, wie ben ik om iemand te helpen, als ik eerst niet mijzelf geholpen heb, en in jouw termen aansluitend, dan pas echt voor iemand kon zijn, dan zou ik pas effectief kunnen helpen. En toen ik met langzamerhand dat bewust werd, toen kwam ik in dat nest van het Rode Kruis, wat over zo'n warm nest, waar zoveel van die helpers zijn, die zichzelf nog niet helemaal geholpen hadden. Nee, want helpertjes, ik ben er zelf een, dus ik spreek uit ervaring hier, lopen soms vaak ook weg van zichzelf. Het is veel makkelijker om het goed te doen voor een ander dan het goed te doen voor jezelf. Ja. Dus een typisch helpertje zoals ik, die altijd bezig is geweest, al ik denk redelijk van jongs af aan, maar zeker jong met het bouwen van War Child, altijd al mijn energie en passie stoppen in bezig zijn met anderen, maar met heel veel liefde en ik wil daar niks aan afdoen, maar het is ook een wegrennen van het helpen van jezelf op een bepaald niveau. Nou, en ik vond het interessant dat in dit hoofdstuk van het boek jij ook schrijft dat we bezig zijn met de angst voor de dood. Ja. En dat herken ik niet. Ik herken de angst voor de dood niet. Ik was wel nieuwsgierig als in mijn vraag aan jou, is dat iets wat bij jou altijd meespeelt, jouw angst voor de dood? Laat zeggen, als ik het heel abstract even zeg, naarmate er minder zaken zijn opgelost in mijn leven, is de angst van de dood groter dan de momenten waarop alles weer loopt en zaken, hè, de balans nul is. Dan heb je ook meer de kans om vrij te gaan. Ja, het is voor mij, misschien is dat een hele fatalistische inslag, maar ik geloof dat het zo gaat als het gaat.
En als de dood komt, dan komt hij. Dus ik ben eigenlijk zelden tot nooit. Ik weet dat het mij wel eens gevraagd werd, als je in al die oorlogsgebieden ging reizen, ben je dan niet bang? Dan dacht ik, bang? Als het mij overkomt, kan het me ook overkomen op de rondweg A10 met een gek die me aanrijdt. Of het kan ieder moment komen. Ja. Je schreef het zo expliciet en toen dacht ik, hé. En het stond in een zin met nog een aantal andere dingen waar je zei, waar mensen als zich alsmaar afvragen over of ze op de goede weg en de goede dingen aan het doen zijn. En ik herken die vraag wel, maar ik geloof ook wel dat het pad er is. Het pad, het loopt er. Natuurlijk heb ik invloed in mijn invulling van het pad, maar het pad is er al. Daar geloof ik eigenlijk in. Mm-hmm. En ik hoef ook niet te weten waar het me leidt. Als je mij vraagt, daar wil je zijn over 5 jaar, vind ik een rotvraag. Dat zeg ik altijd als mensen me dat vragen, dat weet ik niet. En ik wil het ook eigenlijk niet weten. Nee, ik vind het ook echt fijn dat ik het niet weet. Ja, dat hoef je ook. Want ik vind het verrassende van het leven ook fijn. Ja. Ik wil niet weten waar ik woon over 5 jaar. Of wat mijn kinderen dan aan het doen zijn. En waar ik dan mee bezig ben. Dat is een verrassing. Lieve schat, we zijn een beetje aan het eind, denk ik, van ons tijd nu. Heb jij nog iets wat je zou willen zeggen of willen vragen? Ik vind het gesprek met jou altijd een avontuur, Fred, want ik weet nooit waar het heen gaat. Het is altijd jij bent een van de meest onvoorspelbare mensen qua gedachtenlijnen, dus het kan alle kanten op gaan. En ik haal er altijd wat uit. En dat vind ik heerlijk. Dat zijn de cadeautjes in het leven. Ik verheugde me op dit gesprek en ik vind het leuk. En ik vind het boek echt een aanrader. Omdat ik denk dat iedereen er wel iets uit zichzelf, van zichzelf in kan vinden en van kan meenemen. Miles and smiles. Dankjewel. Dankjewel. Dat is leuk. Dit was Beyond Us. De podcast van Fred Matzer in gesprek met Willemijn Verloop over waar het allemaal samenkomt. Luister het volledige gesprek met Willemijn terug in je favoriete podcast-app.